Ik ben Anne Chauffeur en ik ben reumatoloog in het Haga ziekenhuis. En samen met 6 andere collega's vakgroep reumatologie. En ik werk voltijd hier en nog een klein stukje in het LUMC. En we staan hier omdat we als reumatologie vakgroep de erkenning hebben gekregen voor onze behandeling voor systemische sclerose. Van de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen, de STZ-erkenning is dat. En daar zijn we allemaal super blij en super trots op. We wilden heel graag jullie uitnodigen hier om dit succes te vieren. En om aandacht te vragen voor de aandoening systemische sclerose. En dat wilden we natuurlijk eerst heel graag doen met een tentoonstelling van de prachtige portretten binnen in het ziekenhuis. En door corona kon dat helaas niet. En daarom buiten, hier in de zon. Allemaal proberen we om zo goed mogelijk vragen van patiënten te beantwoorden en ze te begeleiden bij de ellendige symptomen die op hun pad komen. Nou, we hebben daarvoor onder andere een zorgpad opgericht, waarbij mensen 1 dag voor gezamenlijke afspraken naar het ziekenhuis komen. En dat biedt meteen de gelegenheid, zoals dat ook in andere ziekenhuizen wordt georganiseerd, om gestructureerd daarna alle uitslagen te bespreken en als team een casus door te nemen. En dat denken we dat een goede verbetering aan de kwaliteit van zorg geeft. En dat biedt ook de mogelijkheid om gegevens te proberen te verzamelen. Dus we willen als ziekenhuis heel graag een bijdrage leveren aan het doen van onderzoek naar systemische sclerose. Nou, dat laatste deel, ook dat is natuurlijk een ingewikkeld traject wat een beetje in de kinderschoenen staat. Maar samen met het LUMC proberen we daar stappen in te maken. Maar scleroderma framed ken ik al langere tijd. Dat dateert eigenlijk al zelfs terug tot mijn promotietijd. Mijn promotieonderwerp was ook systemische sclerose en verbetering van kwaliteit van zorg. En in dat kader heb ik scleroderma framed ontmoet en ben ik uitgenodigd om mee te werken aan het eerste boek dat uitkwam. En daar ook in geportretteerd, waar ik reuze trots op ben nog steeds. En sindsdien natuurlijk steeds contact gehouden. Ik vind het een ontzettend mooi initiatief om aandacht te genereren voor de aandoening systemische sclerose. En prachtige portretten, echt prachtig. Dus ik geniet daar zelf van. Ik heb van de stichting een proefportret gekregen om in het ziekenhuis te bewaren ter voorbereiding op een eventuele expositie. Die staat op mijn kamer en krijg zo vaak commentaar op wat een mooie foto is dit. En dat levert altijd weer mooie gesprekken op. Dus ik ben super trots dat ik hier een bijdrage aan mag leveren.